Maar dat is heel belangrijk. We moeten de vrouwenvoetbal ondersteunen. Sporten is sporten, wat dan niet met vrouwenvoetbal is of mannenvoetbal. U ziet ook, in Amerika lukt het allemaal heel goed. En vandaag ga ik de prijs uitreiken van de beste keeper van België voor de vrouwen. En die moeten ook allemaal geëerd worden, zoals een gouden schoen en zo. Dat is eigenlijk het leven eigenlijk, iemand belonen voor hetgeen wat hij goed gedaan heeft. Ook ja, de nationale dames van België doen het ook goed, de Red Flames. Ja, het is aan het evolueren allemaal. Het is aan het beter worden allemaal. En met de toekomst gaat dat nog beter worden. Er gaan veel spelers weg naar het buitenland. En dat is toch een teken dat er persoonlijk goed gewerkt wordt. En ook in de clubverband. Maar het ligt altijd aan de eigen wil van de speler zelf of de speelster. Die wil de top bereiken. En de top voor de voetbal van de vrouwen zal misschien wel een paar jaar nog duren. Maar het zal ook wel in de maatschappij wel goed zijn voor iedereen. Ik hoop dat mijn kleindochter ook een goede voetballer kan worden als ze ook mee in de voetbal doet.